Welkom bij deze Villa Media Tooltip voor journalisten. Normaal vertel ik je op deze plek zelf, met mijn eigen stem, iets over een handige tool. Deze video is wat anders. Want dit keer wordt de tekst ingesproken door een geautomatiseerde computerstem. In deze video laat ik je zien hoe je snel zelf een gratis voiceover genereert. De tool die ik heb gebruikt is gemaakt door Voicebooking. Dat is een website waar je stemacteurs kunt inhuren. Maar Voicebooking biedt je ook een gratis, voiceover generator. Om je eigen voice-over te maken, surf je naar voicebooking.com. Daar klik je bovenin op gratis voice-over generator. In het volgende scherm scroll je omlaag totdat je dit tekstvenster ziet. Hier plak of typ je de tekst van je voice-over in. Met de opties onder in het tekstvak kies je de taal van je voice-over. Vervolgens selecteer je een mannelijke of vrouwelijke stem. Met de schuifjes aan de rechterkant pas je de spreeksnelheid en de toonhoogte aan. Wanneer je klaar bent met instellen, klik je op de knop afspelen. De stemmen die de tool genereert kunnen hol en blikkerig klinken. Maar door met de schuifjes te spelen kun je aardige voiceovers maken. Naast de standaard voice-over-generator biedt Voicebooking ook een uitgebreidere variant. Deze laat je extra nadruk leggen op woorden of pauzes inbouwen. Om die uit te proberen, scroll je verder omlaag en klik je op de knop Registreren. Voer vervolgens je naam en mailadres in. Kies een wachtwoord en Vink het bovenste vakje aan. Klik daarna op de knop Registreren. Wanneer je een profiel hebt aangemaakt, klik je bovenin op de link Voice over Generator. Begin een nieuw project. Geef je project een naam en voer je tekst in het tekstvak in. Om extra nadruk op een woord te leggen, selecteer je het woord. In het menu dat verschijnt, klik je op de knop Emphasize. Een pauze inbouwen doe je ook in dit menu. Klik op het pijltje naast 0 milliseconden en kies de lengte van je gewenste pauze. Is je voice-over klaar? Klik dan op de knop download. Het resultaat evenaart een door een mens ingesproken voice-over niet, maar de tool kan een oplossing bieden als je zelf geen talent hebt voor voice-overs inspreken of als je een klein budget hebt. Hopelijk heb je wat aan deze tool. Tot de volgende keer.